De gemeente Deventer is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar om een goede profielschets te maken waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen, wordt de hulp van de Deventenaren gevraagd. In deze procedure heeft de gemeenteraad een belangrijke rol. En daarom ging een afvaardiging van de raad naar het woon- en zorgcentrum Grote en Voorster. Om daar te vragen waaraan volgens de bewoners een nieuwe burgemeester moet voldoen. Ik zou het liefst weer zo'n type willen, de burgemeester Linde Jeude. Dat vond ik zo'n fantastische burgemeester. Die was op alle fronten was die thuis. Zowel in de kunst als bij de gewone mensen. Hij was heel maakbaar, hij was heel handig. Je kon goed met hem zo vriendelijk eens even praten. En dan erbij moet ik eerder zeggen, ik vond hij maar ook een goede burgemeester. Deze mensen zijn natuurlijk wat meer op leeftijd, hè? Dus die weten heel veel van hoe de oude burgemeesters waren. Dus die kunnen heel erg goed vergelijken. En wat ze eigenlijk allemaal zeggen is, ja, Andries was eigenlijk wel goed. Dus als die wil terugkomen, dan heel graag. Zijn er ook nog mensen die over James beginnen? Ja, James en Bloem en iedereen kwam voorbij. Ja. Wat vindt u van dit initiatief, dat de politici naar de mensen toekomen? Ik vind dat heel goed. Want dan weten ze ook wat er bij de mensen leeft. En hoe de mensen denken en zo. Dus dat lijkt mij een goed idee. Geweldig, geweldig. Je wil zo graag eens je mening kunnen geven over iets. En ja, je loopt altijd tegen muren aan. Maar ik vond het leuk dat die mensen er waren. Ik vind het hartstikke leuk om aan deze mensen te vragen, hè, met zoveel ervaring die ze hebben. Van, hè, wat zoeken we nou precies? Hè? En ja, hoe kijkt u er nou tegenaan? En een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gevraagd is van, nou, als u nou één dag burgemeester zou zijn, wat zou u dan veranderen in Deventer? Nou, en ja, sommigen zeggen dan de ouderenzorg en de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Maar ja, de meeste mensen die hebben het hier over het uitzicht. Want hier tegenover zit een kerk, die wordt helemaal verbouwd. En er hangen nu allemaal aanplakvellen. Nou, dat vinden de mensen hier, vinden ze maar niks. Sinds 10 september is het mogelijk voor de burgers om op de website van de gemeente een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest met 42 stakeholders op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, sport en religie. Al deze bevindingen worden vervolgens meegenomen bij het maken van de profielschets. Er moet eigenlijk een burgemeester zijn die tussen Van Lid, de Jeude en Heidema in zit. Zo'n soort burgemeester. Nou, hij moet niet een beetje een charmeur uithangen, laat ik het maar zo zeggen. En een beetje boven de mensen gaan staan. Want in Deventer is het zo, maar als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt hij eraf gehaald. Gewoon, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, zijn als hier. Een mensenmens burgemeester. Hij moet met de mensen meedenken. En dat is echt, hier in Deventer is dat wel iets wat leeft, dat de mensen dus aanspreekt, denk ik. Op dit moment zijn we bezig om een soort vacature op te stellen, profiel noemen we dat. En als het profiel klaar is, dan gaat het naar de gemeenteraad. En vanaf dat moment kunnen mensen gaan solliciteren. En dan gaan we natuurlijk heel goed kijken van ja, wie solliciteren er en hoe gaat dat dan precies. Maar ja, je wil ook niet dat bekend wordt wie er solliciteert. Dus dat is een beetje een geheimzinnig proces. En tot 21 november mogen we alles vertellen. En vanaf daar tot, ik denk ongeveer maart, dan weten we ongeveer wie het gaat worden en dan weet heel Deventer het ook. En maakt het dan nog uit of het een man, een vrouw, transgender, noem alles maar op is? Voor mij niet hoor. Voor mij mag het van alles wezen. Maakt mij helemaal niks uit. Nee, het gaat mij er gewoon om dat het iemand is van middelbare leeftijd die toch een beetje affiniteit heeft gehad met Deventer, onze mentaliteit een beetje kent, want Deventer en Zutphen en Arnhem, het verschilt allemaal verschrikkelijk van elkaar. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Op 21 november worden tijdens de raadsvergadering de bevindingen van alle input besproken en wordt de profielschets gepresenteerd. We proberen de beste voor Deventer te zoeken en of het een man is of een vrouw of dat, waar die vandaan komt. We gaan het allemaal ontdekken. Spannende tijden dus. Heel leuk, ja.